Ranonkels en anemonen zijn echt mijn favoriete bloemen van het voorjaar. Na de winter hebben we allemaal heel veel zin in fleurigheid en fleurigheid dat brengen ze absoluut. Er zijn heel veel verschillende soorten. Hier staan anemonen en ranonkels in allemaal verschillende kleuren. En met de juiste zorg en aandacht kweek je deze bloemen allemaal zelf. Als je de bloemen zelf kweekt, dan blijven ze ontzettend lang mooi goed op de vaas. En zoals je ziet, ze bestaan echt uit duizenden blaadjes. Het zijn echt sprookjes, vind ik zelf. En ze worden ook wel de rozen van het voorjaar genoemd, de ranonkels. En er zijn dus veel soorten, maar dan moet je eerst wel kunnen kiezen welke soorten jij het mooiste vindt en welke je zou willen kweken. Ik kan nooit kiezen, want ze zijn allemaal heel erg mooi. We gaan een mooie schaalschikking maken met de ranonkels die je in eigen tuin hebt gekweekt. Kun je natuurlijk ook gewoon bij de bloemist hebben gehaald. Maar ik ga je even laten zien hoe je zelf er wat moois mee kan maken. En dat doen we met een schaal. Ik heb hier een schaal met een klein voetje, maar het kan net zo goed een schaal zijn die gewoon op tafel staat. En ik ga werken met een bloemenprikker. Een bloemenprikker is een metalen schijfje waar allemaal kleine spijkertjes op staan. En die kun je op de bodem van je schaal leggen. En daar kan je de stelen in prikken. En dan hoef je geen oase te gebruiken. Dus het is eigenlijk een vervanging van oase. Om het nog extra stevigheid te geven, doe ik er een beetje kippengaas overheen. Dat klem ik in de bol, zodat de stelen nog meer stevigheid hebben. Je kippengaas zit erin en dan vul je de schaal met water. Want daar kunnen de bloemen niet zonder. Nou ga ik van tevoren nadenken over welke vorm ik ongeveer op de schaal wil maken. En ik vind het altijd mooi als er een stromende lijn in zit. Dus dat er ergens wat naar beneden gaat en ergens en dan aan de andere kant het omhoog gaat. Dus op die manier ga ik mijn bloemen en het groenmateriaal in het gaas en in de prikker steken. Ik heb verschillend groenmateriaal meegenomen. En dit heb ik gewoon uit de gemeentetuin en uit de bos gehaald. Dus daar hoef je niet eens voor naar de bloemist te gaan. Of je eigen tuin kun je ook altijd kijken wat erin staat. Maar dit is een rode hazelaar. En dat kleurt heel mooi bij de roze ranonkels. Dus die ga ik erin verwerken. En ik heb kamperfoelie. En kamperfoelie, nou, dat groeit ook overal, dus dat kun je zo vinden. En die geeft ook mooi die swoem aan je stuk. En je begint als eerste met je groen materiaal en je grote focusbloemen, die zetten we er als laatste pas in. Ik knip altijd even een stukje van de stelen af, zodat er goed water opgenomen kan worden. Als je houtachtige stelen gebruikt, zoals de kamperfoelie heeft, dan is het belangrijk dat je altijd een stukje hout eraan laat zitten. Dat je niet met het verse groen gaat werken, want dan gaat het namelijk direct slap hangen. Dan kunnen ze niet goed het vocht opnemen. Nou, je kunt zien dat nu de vorm er al in begint te komen. Hier loopt hij naar beneden en hier gaat hij omhoog. En ik ga nu de hazelaar toevoegen. En ik let ook vaak op de natuurlijke vorm die een tak al heeft. Deze die groeit echt helemaal rechtop, maar als je deze, zoals je ziet, die heeft al een boogje erin. Dus die is dan het makkelijkste om ook weer in deze lijn te verwerken. Ik prik hem door het gaas en dan duw ik hem op de prikker, zodat hij goed vast zit. Nu heb ik ook nog bloesemtakken meegenomen. Nou, die bloeien ook overal. Als je rond gaat kijken, zul je verbazen hoeveel je dan ziet. En als ik deze nu zou toevoegen, dan wordt het eigenlijk een beetje onrustig, omdat ik dan heel veel verschillende bladsoorten heb. Dus daarom ga ik nu van deze blaadjes heel veel eraf halen.
heb nog een klein takje appelbloesem. Want het lichtroze kleur vind ik toch wel weer heel mooi combineren met de ranonkels. Dus zoals je ziet staat er nu helemaal een basis van het groen materiaal gevuld met de bloesem. En nu gaan we de grote ranonkels eraan toevoegen. Je ziet als we dit gaan toevoegen dat het ineens een enorme eyecatcher in komt. Door het gaas kun je dus ook makkelijk je bloemen een iets andere positie geven dan je normaal zou doen. Waar je dan wel altijd moet opletten dat het wel de steel in het water terechtkomt. Nou, het stuk is helemaal af en zoals je ziet, de bloemen die vragen echt meteen goed aandacht. En er zitten er niet eens heel veel in, dus je hoeft niet voor kapitalen aan bloemen te hebben. Want hier tel ik er 1, 2, 3, 4, 5 met een knopje erbij. Dus ja, 5 grote bloemen en al het andere materiaal heb ik dus gewoon uit de gemeente Berm, mag ik niet zeggen, en uit de bosjes gehaald. Maar kijk goed om je heen, want dan vind je de mooiste materialen aangevuld met je eigen gekweekte ranonkels. En dan krijg je een heel mooi bloemstuk.